mijn naam is Renate Rocha. Ik ben 33 jaar en ik heb een webshop. En dat is uitgegroeid tot een pop-up shop. En wij verkopen ecologisch verantwoorde baby- en kinderproducten. Die naast ecologisch verantwoord, duurzaam of fair trade ook nog eens heel erg cool zijn. Opeens duiken ze op en ineens zijn ze weer weg. Pop-up stores. Wat is het verhaal achter die kleine winkeltjes in onze regio? Ik heb zelf 2 kids, 1 van 3 jaar en 1 van 1 jaar. En toen ik zwanger was van mijn eerste, van die van 3 jaar, ben ik wel op zoek gegaan naar ecologisch verantwoorde producten die ja, vooral kindvriendelijk zijn, want dat vond ik het belangrijkst. Een kindje dat is een schoon blad en die wil je ook zo schoon mogelijk houden. Toen ben ik wel dus op zoek gegaan naar wat productjes. Alleen merkte ik dat die heel moeilijk te vinden waren. En wat ik heel erg vervelend vond zelf, was dat ik alles heel erg geitenwolle sokken saai vond. En ja, ik zelf ben dat totaal niet. En ik dacht, ik ga niet duurzame kleding kopen voor mijn kids. Alleen omdat het duurzaam of ecologisch verantwoord is. Dus ik dacht, dat moet anders. En hoe meer ik aan het zoeken was, hoe meer leuke merken ik vond. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, ik begin gewoon mijn eigen verzamelplatform. Toen ben ik eigenlijk heel veel, heel snel gaan inkopen. En voordat ik het wist, stond mijn hele huis vol. En had ik echt een webshop. Oké, is het hier pas sinds vorige week zaterdag. Dat is nu ruim een week. Mag gerust even binnenkijken hoor. Ik wilde echt nooit een eigen winkel. Omdat ik zoiets had van, ik ben moeder van 2 kids. Ik wil zoveel mogelijk tijd met hun doorbrengen. Met hen besteden. En de webshop kan je 's ochtends doen, 's middags, 's avonds kan je bestellingen in orde maken. Vandaar dat ik in eerste instantie had gekozen voor een webshop. Alleen voor de naamsbekendheid ben ik heel veel beurzen gaan bezoeken. Bijvoorbeeld de Swan Market, Rotterdams Begrip. Superleuk, maar je moet je voorstellen dat ik elk weekend op een gegeven moment met een hele kar volgeladen met spullen daar naartoe ging. En dan vervolgens breek je het af en dan ben je weer heel de week bezig met afbreken. En hoewel dat wel rendabel was voor die ene dag, was het op de lange termijn niet rendabel. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ik wil wel dat mensen bekend raken met de producten, maar dat moet makkelijker kunnen. En hoewel ik nooit een winkel wilde, popte dit idee echt gewoon zomaar op. Ik woon hier dan in de buurt, Barendrecht. En dit pand stond al heel lang leeg. Toen dacht ik, ja, je hebt steeds meer pop-up winkels, dat is niet voor niks. De grotere winkels die kunnen het volhouden in die dure winkelpanden. Maar kleinere winkels die komen en die gaan weer. En dan kan het of een pop-up concept zijn, of het kan zo zijn dat het gewoon niet werkt. Toen dacht ik, nou ja, ik heb nooit echt een winkel willen hebben. Maar ik wil wel dat mensen bekend raken met mijn producten. Dus misschien moet ik toch maar eens aan pop-up denken. En ik ben zo iemand dat als ik vandaag iets in gedachten heb, dat het morgen uitgevoerd is. Dus ik heb niet heel veel tijd gehad om erover na te denken. Ik dacht, weet je wat, er staan daar panden leeg. Ga er achteraan, bellen. Weet je, van nee wilde ik niks horen. En toen ja, heb ik uiteindelijk voor 3 maanden gefixt dat ik hier kon zitten. Ik dacht, nou ja, 3 maanden is te overzien. Dus misschien is het uiteindelijk wel wat voor mij. En laat ik het maar gewoon proberen. Je mag ook vrijdag komen hoor, wat u fijn vindt. Nee, ik doe dit gelijk niet meer. Ja? Oké, dan hou ik deze nog even voor u apart. Ik was heel erg blij dat op het moment dat ik zeg maar in gesprek ging en zij ook enthousiast werden van mijn idee, want het is toch wat anders dan hier al zit, dat ik het mocht gaan proberen. En het stomme is dat ik dacht, nou ja, dat doe ik wel even. Want je komt binnen, je hebt, nou, de grond lag er gelukkig al, die is mooi hout, dus dat past helemaal bij het concept. Alleen bij de sleuteloverdracht dacht ik echt van, nou prima, ik kan erin, alles werkt. En dan blijkt dat de boiler kapot is. Dus ik heb geen warm water. Hier zaten gaten in het plafond. Ik heb nog steeds geen kachel, dus het is hier ijskoud. Geen fan, dus geen ventilator. En dat zijn dingen die je dan na opening of na de sleuteloverdracht op je afkomen. En dat is lastig, want daar doen ze niks aan. Het is voor 3 maanden, dus ze gaan niet voor je rennen. En net als die ramen, die zijn helemaal gebarsten. Je moet voorstellen, zaterdag 4 maart gingen wij open. 3 maart gingen de raamstickers eraf die al jaren hier op de ramen zaten. En dan blijken die ramen gebarsten te zijn. Dus nou, ja. Pop-up. Ja, het is pop-op. Pop-opperige kan niet, maar het is echt, ja, dat was wel echt dat ik dacht, ja, dat moet gewoon vandaag gefixt worden. Het was een vrijdag. Zaterdag gingen we open. Ik ben perfectionist. Het moet perfect zijn. Nou, dat kan, met die ramen kon dat niet. Maar dat zijn wel dingen waar je tegenaan loopt. En dingetjes als prijzen. Op de webshop staan prijzen vermeld, digitaal. En als je ze dan verzendt,
Dan hoef je geen prijzen te vermelden op de producten zelf. Dan ben je, kom je in een winkel, alles moet gestickerd worden. Dus dat, ja, en dan ga je last minute. Ik ben toevallig naar IJsland geweest in februari. En toen had ik al het idee van, nou weet je wat, we zijn naar Black Sand Beach geweest. Heel tof. En daar hadden ze van die zwarte rocks. Dus zwarte stenen, die heb ik meegenomen. Ik dacht, nou ja, daar kan ik leuk stickertjes op, prijsjes op stickeren. Alleen niet erover nagedacht dat dit een kinderwinkel is. En dan wat doen kinderen? Hey, leuke steen! Dus het ene prijsje lag op een gegeven moment daar en het andere prijsje daar. En toen hebben we dus ook van de ene op de andere dag stickers, velletjes gekocht. Over alles gaan stickeren, maar daar gaat tijd overheen. En dan komen mensen binnen, ja, wat is de prijs van dit, wat is de prijs van dit? Ik ga direct even voor je opzoeken. Dus hectisch, ja, tot nu toe is het hectisch. Dit heeft gewoon zo lang leeg gestaan en er staan zoveel winkels hier in Carnissenvest leeg. Dat volgens mij elke winkelier wel blij is met een nieuw winkelconcept. En ja, dan komen ze ook nog hier en zien ze dat het ook nog wel echt een unieke touch heeft. Dus dan worden ze wel helemaal positief. En nu dat ik de winkel heb en ik al die positieve reacties zie en ik gewoon merk dat ik het wel heel erg leuk vind, wil ik een keten. En nu wil ik de groene bijenkorf worden. Dus ja, nu zou het echt ontzettend tof zijn als ik gewoon in elk stadscentrum, dat je straks een Rocking Green ziet. Ook gewoon omdat het heel wat anders is. Dus als ik een investeerder vind die mij steunt bij dit idee, dan denk ik dat we binnen no time op kunnen poppen in elke stad. En er echt gewoon een winkelketen van kunnen maken, want er is echt vraag naar. Kruissteekjes maken was niet mijn ding. Ik ben links en rechts handig. Dus als ik moe was met de ene hand, ging ik met de andere verder. Dat werd niet gewaardeerd. Dus ik wist mijn weg wel, zo zei die juffrouw. Dus dan zat ik op de gang. Het leuke is dat je kan een stuk van wat de klant graag wil, kan jij vertalen naar iets wat ze mee kunnen nemen en waar ze trots op kunnen zijn. En waar ze, nou ja, mooi mee kunnen zijn.